Ja, dat was niet min. Meneer Pastoor was razend. En zoals jullie hebben gehoord, het onderste heeft hij uit zijn kelk gehaald. Om te beletten dat de harmonie zou worden opgericht. Maar de mannen waren zo stoer dat ze meneer Pastoor lieten voor wat hij was. Ze legden het naast zich neer en gingen door met hun opzet. En ja, met veel moeite werden hier en daar muzikanten geronseld. En na enige tijd waren ze toch al met z'n 25. Een mooi groepje om zich te amuseren, zowel in het maken van muziek als in het nuttigen van lekkere pintjes en geneverkes. Er werd een voorzitter gekozen die meteen ook dirigeerde. Het was Marcel Meers. Deze man heeft dit 4 jaar gedaan en werd dan in 1902 als voorzitter opgevolgd door Stephanus Kleuren, die op zijn beurt zorgde dat Pierke Rutte uit Mille de dirigeerstok opnam. En daar bleef het niet bij. Want de nieuwe voorzitter was ambitieus. De voorzitter vond dat er een vlag moest zijn en daarom werden er een aantal vrouwen aangesproken die deze klus wel zouden klaren. Sinds de vlag is gezegend, zijn er woelige jaren voorbij gegleden. Het was zelfs zo dat er in die tijdspanne in Herderen een tweede fanfare werd opgericht, die maar een beperkte levensloop heeft gekend. Het had dus best gekund dat we ook in Herderen vandaag nog met 2 muziekmaatschappijen waren. We kennen dit fenomeen nog in een aantal andere Riemster gemeenten, zoals in Zussen, Zichen, Valmeer en Kamp. Het was trouwens diezelfde Eerste Wereldoorlog die ook voor onze maatschappij moeilijk was. Omdat er verschillende spelende leden werden opgeroepen om ons land te gaan helpen verdedigen. Er werd dan ook beslist om de activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog te staken. Maar dan werd het 1919. De oorlog was gedaan en ter gelegenheid van de terugkeer van die dappere makkers werd de fanfare nieuw leven ingeblazen. We kregen ook een nieuwe voorzitter in de persoon van Guillaume Simons. En hij wist onze mensen te motiveren om het instrument terug vast te nemen. En onze jonge dorpelingen, zoals dat hoort, met veel luister op te wachten aan de tram. Het waren pakkende taferelen bij de terugkeer van het slagveld. Vele blijde gezichten, kenmerkend voor die dag. Maar ook voor vele families die pijnlijk terugdenken aan het verlies van hun geliefde. Yeah.